Lada fado, winto, yudamede. Ik ben altijd op zoek naar wat de oorsprong is van Surinaamse cultuur en hoe dat eigenlijk toegepast kan worden als Surinaamse Nederlander in, zeg maar, de Nederlandse maatschappij. En daarom ben ik dus ook naar Suriname gegaan om daadwerkelijk te zien hoe zij hun eigen cultuur toepassen in het dagelijks leven en vooral hoe mannen dat eigenlijk doen. Suriname heeft heel veel technieken die gewoon van hoogstaande kwaliteit zijn, die eigenlijk niet worden blootgesteld aan de rest van de wereld. Ik ben dus toen naar het binnenland gegaan, waar ik Tatjana heb ontmoet. En dat is een van de vrouwen die dus die tembe-techniek toepast op textiel. En dat zijn allemaal verschillende patronen die dan vervolgens vanuit houtsnijwerk wordt overgedragen naar textiel en in patronen wordt geborduurd. Ik wil zo niet dat hij zei bezig en dat nice on. Want dan is lapu. Dat is mijn fantasie koos van feestjaki. Maar wat kan je asapem? Lapu koos u en die si. Om de maand dat is een libaki, dat is gebruikt voor doen. Die zijn een boekaki, dus wat kan je haak, kom bij een boek, kusieti maal. Is een diaki, gast is een espen, bidata, een geluk, kom af aan diaki, na zo, bidalum ja voor zo. Ai bigi no koso buka obita koti tene pisi 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 de takanya sensitive no he obita nai no di uta nai nangote wan pisi no he de kota moderni sere nango nangote fa ko do kuma fa dia kiso so de sembe no disondi unai no wa mo so di semo so mi galete kuma fa no se sabi no ade wan balangare exondi udi libi makandi fu asama kano o mo so ta Leye kuma fa de grand sembe fu le ou mo so tant ale de bakami 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 fu de ale de senango ute boho culture fu ta agolasi. Suriname is een heel divers land met heel veel verschillende culturen en dan is het ook heel belangrijk om dan eer te tonen aan de oorspronkelijke inwoners, de inheemse. En dat vond ik dus ook heel belangrijk om dat toe te passen in mijn eigen collectie. Ik ben dus toen naar mevrouw Nolde gegaan om met haar te bespreken hoe wij traditionele knooptechnieken van de inheemse konden toepassen in nieuwe kledingstukken en vooral specifiek voor mannen. Want mannen hebben in de Surinaamse cultuur eigenlijk niet echt traditionele kledingstukken die zij voor zichzelf kunnen dragen. Ja, sakar kom. De mama je rapa. Ote waramando ja sakar kom. Wararo. Odi saro poyo wanye. Awo yetenang Nolde bouterso. Akara nipono wori awuwa. De kleding betekent heel veel, heel veel. Het heeft heel veel waarde, want het is een grote cadeau dat je krijgt van iemand als je kleding draagt van iemand moet krijgen. Het is heel belangrijk om het door te geven aan de volgende generatie, want ja, je moet het hoog houden, je moet het proberen. Het moet verder gaan. Kennisoverdracht moet je doen, zodat de jongeren het over kunnen nemen. Om door te gaan met wat je hebt achtergelaten voor ze, zodat ze het verder kunnen brengen. Doorgaan met de cultuur van de inheemse, zodat het niet verloren gaat. Worombosu, atrabosu, alabosu, inane fanana, ekaru kontide. Inane, anana, kejama, kejapo, ekaru kom, ayo, ha, ekar alabosu, alabosu. Toen ik naar het binnenland ging, toen heb ik dus contact gehad met Tatjana. En ze legde me toen uit dat de patronen die op de textiel wordt geplaatst, niet zelf door hun worden getekend. En de tekeningen worden meestal gedaan door de mannen. Dus toen vond ik het heel belangrijk om te zien van oké, waar komt het eigenlijk vandaan en hoe wordt het eigenlijk gemaakt? Dus toen kwam ik uiteindelijk uit bij Israël.
En Israël is een van de mensen die in Suriname heel veel tekent. En voornamelijk dan de patronen die voor de tembe worden toegepast op textiel. En ik had dus bij hem had ik toen eigenlijk de uitdaging geplaatst om de tembe tekeningen te verplaatsen naar patronen op kleding. Zodat wij die op een manier konden toepassen dat het ook weer een innoverend en een nieuwe context zou krijgen. Ik ben een kunstenaar, dus ik heb het niet geleerd. Het is gewoon aangeboren. Deze techniek waarop ik werk, heb ik zelf gecreëerd. Dus ik werk symmetrisch, hè. Dus als je naar mijn tekeningen kijkt, dan ziet u altijd dat mijn tekeningen twee gelijke helften heeft, of vier. Dus symmetrisch dus. Dus als je werkt, moet je uniek werken, hè. Dus we doen geen banale dingen hedendaags. Dus bijna iedereen met hetzelfde model. Dus je moet die dingen gaan vernieuwen. Hè? Uniek maken, zodat ze opvallen. Je geeft het een beetje leven. Toen ik het werk van Israël zag, was ik extreem onder de indruk. Voor het feit alleen al dat alle patronen die getekend worden, één op één gespiegeld zijn. En het wordt volledig uit de vrije hand getekend. Dus alles wordt geschaald en soort van op een wiskundige manier wordt het allemaal getekend. En het is indrukwekkend om te zien. Ik vind het belangrijk voor de jeugd om de kennis van die Panjecultuur over te nemen. Want anders laten we onze cultuur veel te achter. Hè? Dus ik wil het graag overdragen. Dus dat onze Panjecultuur niet te veel achterblijft, begrijpt u? Lobby de Nasrana Conre, Midena Olanti Conre, Temiwani Mitanga Lobby, Atelefo Mimutakyangi. Toen ik Emmy en Jenny ontmoette, kwam ik eigenlijk met ideeën waar zij niet bekend mee waren. Ik wilde heel graag dat de tembe-techniek en de panje-technieken toegepast werden op kledingstukken en dat wordt normaliter niet gedaan. Dus we hebben toen heel lang gesproken van hoe kunnen wij dit toepassen op een nieuwe manier. Dus ik heb twee werkjes. Dus dat is handwerken en appliceren. Appliceren doe ik op de naaimachine. En handwerken doe ik gewoon op de hand. En wat ik leuker vind, is dat van mijn naaimachine. Ik heb dan dit hiermee bedoel ik dan, zet je het op minimat, doe je het op minimat. En ga je hierop borduren. En het neemt ook veel tijd in beslag, want dan moet je gaan zitten tekenen. En dat, tekenen doe je niet zomaar, want dan ga je zitten tellen, die hokjes tellen, hoe groot dat ding moet zijn. Wij Saramakaners houden van kleur. Dus laten we zeggen, felle kleuren. In totaal gebruiken ze 5 kleuren om op een borduurlap te werken. Vroeger deden ze dat met 4 kleuren, maar nu hebben ze echt meer kleur bijgezet. Dus jij moet daar gaan zitten combineren en kijken wat bij wat past. Door samen te werken met Emmy en Jenny zijn we eigenlijk gekomen bij het behoud van de cultuur en het vernieuwen ervan, zonder dat we de kern van de tradities hebben verloren. Nou, voor de Saramakaanse cultuur, ik hoop dat als ze het zien, dat ze echt tevreden zijn ermee, want ja, bijna, dus de mensen zijn niet echt bekend met onze cultuur, dus ik hoop dat het echt ver komt. Ik ben ook door de stad geweest en ik vond het heel belangrijk om te kijken naar hoe mensen zich kleden in Suriname en of er daadwerkelijk culturele kleding wordt toegepast in het dagelijks leven. En ik zag dat wel heel veel bij de vrouwen, maar bij de mannen zag ik dat niet zo erg. Wat ik zo interessant vond eraan was dat de kledingstijl in Suriname eigenlijk niet zoveel afwijkt van de kledingstijl in Amsterdam-Zuidoost, waar ik vandaan kom. Maar wat ik dus wel echt wil geven aan Surinamers in Nederland en in Suriname is gewoon kleding voor mannen waar zij zich cultureel mee kunnen identificeren en het ook naar buiten kunnen dragen en dat ze dat ook eigenlijk kunnen overdragen aan andere generaties in de toekomst. We hadden in Nederland stoffen gevonden voor de collectie wat wij mee wilden nemen om te zien hoe we
Nederland nou westerse stoffen konden toepassen in de Surinaamse cultuur. Maar ik vond het ook extreem belangrijk om te zien hoe Surinaamse stoffen toegepast kunnen worden in de westerse cultuur. En ik ben dus ook toen naar verschillende stofwinkels gegaan om stoffen te selecteren, om die ook te betrekken in de collectie. In 2008 ben ik een herenlabel genaamd Sosa gestart. En de reden waarom ik het ben gestart was omdat ik vond dat het dat er gewoon heel weinig kleding was voor mannen wat anders was, wat gewoon een ander allure had. Zo is Sosa eigenlijk begonnen, van hoe navigeer ik als zwarte man zeg maar de westerse samenleving en hoe kan ik eigenlijk mijn eigen cultuur of zwarte cultuur daarin behouden of daarin bevorderen. Dat is altijd wel heel belangrijk voor me geweest. Op dit moment wat ik heel belangrijk vind voor Sosa is dat we aan de wereld kunnen laten zien wat voor rijke culturele geschiedenis we eigenlijk hebben in Suriname. En hoe we dat aan de wereld kunnen laten zien op een manier wat ook gewoon relevant is op wereldniveau. Ik ben iemand die aan de ene kant vind ik de tradities heel mooi. Maar ik vind ook van die tradities kunnen in een nieuwe context geplaatst worden. Waardoor het interessant wordt voor jonge mensen. Want jonge mensen willen heel graag meegaan met de mode en meegaan met wat hedendaags is. Maar ze krijgen eigenlijk die optie niet als de cultuur niet mee groeit met de tijd. En dan verdwijnen dingen. En ik vind het heel belangrijk dat je die tradities meekrijgt, maar ook dat je die tradities kan vernieuwen. Ayuna yere ma fre ma fre. Again, for look who all of the smart me. Peace, peace, peace.